Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik een tutorial voor jullie die vooral geïnspireerd was op het feit dat ik eens een keertje weer wat anders wilde doen. Een beetje buiten mijn comfortzone wilde stappen. De laatste tijd heb ik heel veel roze cutcrease-achtige looks gedaan. Heel veel roze vooral. Dus ik wilde vandaag iets doen wat niet roze is en geen cutcrease is. Dus ben ik voor iets gegaan wat meer een soort zachte, volledige blende look is. In kleuren die ik normaal gesproken niet heel snel zou combineren. Ik wilde namelijk heel graag een ijsblauwige kleur gebruiken. Maar met mijn oogkleur, haarkleur, complete kleurbalans past dat nooit helemaal. Dus ik wilde een beetje oranje erbij om het te laten werken. En gewoon iets doen wat geschikt is voor de zomer. Iets casuals, maar toch glam. En ja, dit is het dus geworden. Dus zonder meer tijd te verspillen, laten we beginnen. Zo, als gewoonlijk eerst weer eventjes mijn oogleden primen met concealer en poeder. En hier een stuk stof weghalen. Ik wil vandaag iets wat een beetje effortlessly glam is. Dus iets wat niet super moeilijk te doen is, maar wat wel glam is. Dat is het hele punt, ja. Ik ga Thirsty Palette van Jeffree Star Cosmetics gebruiken. Ik weet dat op het moment dat ik deze film de meeste zaken zal al niet meer hebben. En ik weet eerlijk gezegd niet of die nog terugkomt. Maar de kleuren die ik ga gebruiken, ja weet je wel, het is de kwaliteit wat een palet anders maakt. Maar aan de andere kant zijn ook andere merken met goede kwaliteit. Wat ik maar bedoel te zeggen is dat net als met al mijn tutorials, als je dit palet niet hebt, kan je ook gewoon kleuren gebruiken die erop lijken uit paletten die je wel hebt. Dus het is niet dat je deze look niet kan doen als je dit palet niet hebt. Dat even voor alle duidelijkheid van tevoren. Het eerste wat ik ga doen is mijn camera en mijn microfoon voor zijn muil slaan, sorry. Is de kleur Taste Buds gebruiken, een soort van perzikkleurtje. Dan ga ik door naar het kleurtje Stroke, dat is een beetje een, ja, hoe zal ik hem omschrijven? Deze kleur hier. Net een beetje warmer dan een gemiddelde nude kleur. En ja, ik wil juist omdat bij mijn kleurbalans in mijn huid en alles blauw wat minder mooi is en ik wel die kleur Divine wil gebruiken, een hele mooie shimmer zilver. Heb ik zoiets van, ik wil wel zorgen dat er genoeg warmte in de crease is om het hopelijk een beetje in balans te brengen. En even terug naar de concealer, daar ga ik een soort van, nou niet helemaal een cut-out maken. Maar gewoon zorgen dat het iets, de shimmerkleur dus, iets heeft om aan vast te grijpen. Ik doe ook een heel klein beetje setting spray van Makeup Revolution op diezelfde kwast die ik er net uiteraard heel goed heb afgeweegd. Om het een beetje meer makkelijk blenden te maken. Grammatica is weer fantastisch vandaag. Ga ik Filthy Rich gebruiken, de kleur er... Nee, wacht, ik ga Snatch gebruiken, een kleur meer daarnaast. Een meer bronsachtige kleur om het een beetje samen te blenden. Oké, de combinatie vind ik echt super mooi zelf. Serieus, deze kleuren zijn gewoon... Je zou het niet verwachten, maar de kleuren passen gewoon echt heel mooi bij elkaar. Wat jullie hopelijk zelf ook... vinden. Maar goed, ik ga de crease nog ietsje donkerder maken. Dus ik ga met een klein puntiger fluffy blender kwastje, dit kwastje, je ziet hoe die eruit ziet. Ga ik een combinatie van stroke en drizzle doen. De stroke is die donkerste kleur van daarnet en drizzle is deze hele donkere kleur. Ga ik een beetje mengen om een net ietsje donkerdere kleur nog te krijgen. Ik ga deze kleur vooral concentreren op echt buitenkant van de ooghoek. De combinatie die ik doe trouwens is 1 keer in stroke, 2 keer in drizzle tappen. Dan een beetje afschudden, zo doe ik het altijd gewoon. En dan op het oog. Voordat ik het vergeet, gelijk even met de lichtste matte kleur uit Palette Parched mijn wenkbrauwen highlighten. Ik wil deze keer denk ik voor bruine eyeliner gaan. Ik weet nog niet zeker. Misschien dat ik valse wimpers aan wil brengen, dan is dat niet handig. Oh, keuzes in het leven. Ik denk dat ik vandaag voor wat simpeler, echt simpelere look wil gaan, dus zonder valse wimpers. Zeldzaam. En ik ga dus voor bruine mascara eyeliner. De enige bruine eyeliner die ik heb is de Glam Eyes van Rimmel, dus die ga ik gebruiken.
snel even tijd voor de gezichtsbasis. Ik ga eerst nog even primen met de primer van Catrice. Dan is van deze van Catrice Foundation. Ik heb weer gefaked tint, dus ik zal hem weer een beetje bronzer erop moeten gebruiken. Ik ga niet al te veel aanbrengen, want ik wil eigenlijk een beetje, voor de zomervibes gaan met een wat natuurlijker uitziende huid. Shapen bij mijn neus doe ik weer even met de Sculpting Touch Contour Stick of Stick Contour. Creamy Stick Contour van Kiko. Voor wat extra controle blend ik die altijd graag uit met een kwastje. Dit is een best wel heel klein sculpt kwastje. En dan door naar de Catrice Concealer. Even tussendoor, ik heb een hele oude computer, die had een screensaver. Hey Macaroni. Dat was basically de Macarena. Maar dan met allerlei spaghetti namen. Waarschijnlijk als je het googelt kan je hem wel vinden trouwens. Dat was volgens mij in die tijd best populair. Ik heb dat liedje nu al serieus de hele tijd in mijn hoofd. Al die pasta soorten. Of de melodie van de Macarena. Het is ergens grappig. Het begint irritant te worden. Ik raad het je niet aan. Dus ik heb je net aangeraden het op te zoeken. Sorry als je het nu ook in je hoofd hebt. Dan eventjes baken. Ik wil voor natuurlijke wenkbrauwen gaan. Die kunnen we dus wel even doen. Terwijl dit zijn ding doet zoals gewoonlijk. Ik ga deze keer de Maybelline Brow Precise Fiber Filler gebruiken. Deze gebruik ik ook heel vaak als ik niet film. En dan gebruik ik hem vaak gewoon in zijn eentje. Omdat deze echt harig is. Serieus, deze laat je wenkbrauwen echt 3 keer zo dik lijken. Dus wat dat betreft is hij er heel geschikt voor. Zorg met dit spul trouwens wel dat je er heel zachtjes doorheen gaat. Ik pak even een spiegel wat dichterbij zodat ik echt kan zien waar ik mee bezig ben. Maar dat je er zachtjes doorheen gaat en niet hard drukt, want anders krijg je echt best wel vlekken ermee. Het is goed spul, maar je moet eventjes er anders mee omgaan dan met een gewone brow mascara soort van product. En nadat dat erop zit, kan ik precies zien waar ik mijn wenkbrauwen net ietsje te dun vind. Daarvoor ga ik eventjes de NYX Tamer Frame Brow Pomade gebruiken om dat op te vullen. Oké, moment van realisatie. Ik heb er geloof ik daarna 10 minuten over gedaan om te zorgen dat mijn wenkbrauwen er natuurlijk uitzien. Het goede nieuws aan 3 kwartier over je wenkbrauwen doen is dan wel dat het baking gelijk klaar is zodra je klaar bent met je wenkbrauwen. Dus dat ga ik even uitblenden. Dan ga ik een heel klein beetje contouring doen aan mijn cheekbones. Omdat ik, nou, wat ik net al zei, het een beetje natuurlijk wil houden, ga ik de fanbrush gebruiken. Ik ga deze kleur gebruiken uit het Catrice Professional Makeup Techniques Face Palette. Dan bronzer, daarvoor ga ik de bronskleur uit dezelfde palet gebruiken. En ik ga 1 keer heel zachtjes door de shimmery bronzer, hoe noemen ze die? Pearly blush. Hoe is dat een blush? Ik weet niet. Maar in ieder geval, ik ga 2 taps in deze, 1 tap, heel zachte tap in deze, zodat ik een beetje een shimmery bronzer heb. Qua blushkleur kan je met deze look wel alle kanten op, dus ik ga gewoon voor het gemak eventjes de blush uit dit palet gebruiken. Dan ga ik iets doen wat ik eigenlijk volgens mij nog nooit gedaan heb op mijn kanaal. Ik ga mijn zomersproeten even terugtoveren vanuit de foundation laag. Dat kan je op een hele ingewikkelde manier doen door eerst een heel gedetailleerde foto van je gezicht te maken. En dan letterlijk iedere sproet te make-up verwijderen. Dat was volgens mij geen normale grammatica, maar in ieder geval zou dat ook wel een ontzettend ingewikkelde manier zijn. In plaats daarvan ga ik gewoon met deze 2 kleuren, de matte bronzer en de matte contour, ze wat random terugplaatsen. Ik gebruik er 2 kleuren voor, omdat het dan gewoon natuurlijker wordt. En heel zachtjes ga ik met een nail art kwastje, wat ik persoonlijk als eyeliner kwastje gebruik, de freckles een beetje terugbrengen, random. En ik wil er ook een paar wat opvallendere freckles tussen hebben. Daarvoor ga ik een brow pomade gebruiken en hetzelfde kwastje. Je kan ook voor volledige, echt hele opvallende freckles gaan. Ik wil het subtiel houden, dus ik ga er ook nog een poederkwast overheen.
En dan wat setting spray. Ik gebruik die van Makeup Revolution, want die stond toch al op tafel. Want die had ik ook voor de oogschaduw gebruikt. Het enige aan deze wat ik onprettig vind is de geur. Het is een beetje, hij ruikt een beetje naar lijm. Terwijl dat nog vochtig is, ga ik snel een highlighter aanbrengen. Dit is de Glow Fusion van Kiko. Zoals je ziet breng ik ongeveer het halve pannetje aan. Nou zou ik kunnen zeggen dat ik er een hele goede reden voor had om mijn ogen niet eerder af te maken dan nu. Maar dat zou een leugen zijn, ik was het gewoon straal vergeten. Dus ik ga nu nog eventjes mijn ogen afmaken. Daarvoor ga ik eerst even een penselbrush gebruiken en de kleur Stroke. Deze hier zo. Onder mijn ogen aanbrengen. En dan blend ik het uit met Taste Buds, die lichtere kleur. En dan nog wat Divine in de binnenste ooghoeken. Dan met een enkel kwastje ga ik de kleur Drizzle aanbrengen om een beetje het samen te trekken in de buitenste onderste ooghoek met die eyeliner aan de bovenkant. Dan breng ik op de waterlijn een beetje, hoe heet jij, Infinite White aan van Maybelline Color Tattoos. En de oogschaduw Divine die gaat daar nog overheen. En dan nog even mascara op de onderste wimpertjes. Ik wil toch een heel klein beetje meer bronzer, dus ik ga deze hele oude van HEMA gebruiken. Vooral omdat die shimmers heeft en ik heb niet heel veel bronzers met shimmers en een warme ondertoon. Brengt dit meer aan als een soort temperatuurfilter dan als een gewone bronzer trouwens. Gewoon all over the face. Dan tenslotte lippen. Ik wil iets wat bij de look past, maar er niet van afleidt. Dus ik ga de kleur Amulet gebruiken. Een Vice Liquid Lip van Urban Decay. Oké, al die andere minis zijn perfect in orde. Alleen deze voelt altijd alsof hij enigszins uitgedroogd is. Geen idee of dat met deze kleur te maken heeft. Als jullie hem ook hebben, laat het me even weten. Als het niet met de kleur te maken heeft, koop ik namelijk een nieuwe. En dat is het dan, het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En nogmaals, als je dit palet niet hebt, weet je wel, gebruik gewoon kleuren. Bijvoorbeeld Urban Decay heeft hele goede oogschaduws. Make-up Geek schijnt het ook, die heb ik helaas zelf nog niet. Maar je snapt mijn punt, weet je wel. Je kan iedere make-up look doen met de producten die je zelf hebt. Tenzij je letterlijk alleen maar één matte nude palet hebt, dan wordt het moeilijker. Maar je snapt mijn punt, zolang je, weet je gelijkwaardige kleuren hebt, kan je dit ook doen. Het BH Cosmetics 120 kleurenpalet bijvoorbeeld vind ik nog altijd zeer handige voor dat soort dingen. Maar goed, in ieder geval, als jullie het filmpje leuk vonden, klik dan alsjeblieft op de like-button. Dat zou me ook helpen. En als je wil, kun je het abonneren op mijn kanaal. Ik doe heel veel make-up tutorials, een paar nail art tutorials, piercing filmpjes, kletsfilmpjes en wat ik verder dan maar kan verzinnen. Deze week trouwens ook nog een haartutorial, deze om precies te zijn. Voor de rest, onder het filmpje, zoals gewoonlijk, kan je weer al mijn social media account en namen vinden. Ik ben vooral actief op Instagram en daar deel ik het ook altijd als ik een nieuw filmpje plaats. Dus ik zou het super leuk vinden als je me daar zou willen volgen. En daar kan je tevens trouwens, niet op Instagram, maar onder het filmpje, al de producten vinden die ik vandaag op mijn gezicht gebruikt heb. Dus en ook op mijn ogen en alles. Je snapt het punt, het hele make-up gebeuren kan je daar vinden. Mocht je kleurnamen en alles willen weten, dan kan je die dus daar zien. Voor de rest, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!